Ik zei nee tegen hem en toen heeft hij zich letterlijk gewoon in mijn bed afgetrokken. Oké. Okay. Zonder het aan mij te vragen. Oké. Okay. En ook gewoon klaargekomen in mijn bed. Okay. Ik heb wel eens een one night stand gehad. Geen gedoe. Ontbijten en pleiten. Juist. Ruimte op. Lang geleden. Ja. Dankjewel. Ja. Nou ja, het was de bedoeling dat het een one night stand was. Alleen, bleek de man toch wat leuker te zijn dan voor één nacht. Ik heb echt fucking veel one night stands gehad. Nee. Good for you. Heb je nog net een one? Ja, zeker. Hoeveel one night stands heb je gehad, als je dat nog weet? 3, 4, 4. Ja. Ja, we hebben zeker heel veel gedaan. Nou, heel veel. Ik weet je, op een gegeven moment hou je op met tellen. Volgens mij, ik had laatst voor iemand uitgeteld, dat is rond de 15. Dus dat is best wel netjes, volgens mij. Maar ook niet zo weinig dat ik precies kan vertellen. Even wel 10 of zo. Niet veel. Nee? Nee, echt niet veel. Nee. Zijn ze nog op je handen te tellen? Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk een stuk of 14 of zo. Ah. Ik weet het even niet precies uit mijn hoofd, ja. Maar het zijn er wel een paar, ja. Maar niet heel veel, maar niet maar één keer. Of nee, zo. Okay. Wel iets meer dan één keer. Misschien 5, 6? Ik denk echt wel maar 1. Of ik ben de rest vergeten. Ja, maar one night stand heb ik maar gewoon 1 keer gedaan. Waarom zou ik dat nog een keer doen? Dat is toch gewoon een once in a lifetime experience? Nou, heb ik zoiets van, dat gebeurde gewoon. Wanneer was je laatste one night stand en hoe was dat? 3 jaar geleden. Dat was, daar weet ik niet meer zo heel erg veel van, want ik was heel erg dronken. 1,5 jaar terug al zo. Was prima. Leuk. Een goed volume. Mooi. Ja, daar ging het om, toch? Afwerken en gaan. Maar een one night stand is voor mij echt one night. Mm-hmm. Dat heeft voor de rest geen vervolg. En dan zit ik in mijn 30 jaar. Mijne was 7 maanden geleden. Nou, wel een aantal maanden al. En dat was ook de persoon die ik de deur heb gewezen toen jij de sleutel in de voordeur stak. Toen heb ik van hem afgeduwd en toen heb ik hem met de kleren in de tuin gezet. Daarom stond ik toen bij de achterdeur. Jij keek me nog raar aan. Dus ik zei, oh, nou, even buiten gaan. Toen is hij weggegaan. Maar toen riep hij nog, kom je zo nog naar het station mij uitzwaaien? Ik zei, ja, kom maar zo aan. En toen zei jij, oh, wil je even een kopje koffie drinken? Toen zei ik, goed. En toen had hij nog een snap gestuurd. Het was gezellig, kom je al bijna. Ik zei, ja, kom maar aan. Toen ben ik niet meer en dan geblokkeerd, want dat kan echt niet eigenlijk. Ging 2,5 jaar terug. Dat is lang. Het was lekker. Heerlijk. Dat is heel lang. Ja, misschien moet je weer een keer Tinder downloaden. Dan heb je zo weer wat aan de deur. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of dit telt. Want zeg maar, ik had een date met iemand like een paar maanden geleden. En hij wilde seks met me, maar ik wilde dat uiteindelijk niet echt. Dus ik ben maar halverwege gegaan. Maar ik zei nee tegen hem en toen heeft hij zich letterlijk gewoon in mijn bed afgetrokken. Okay. Zonder het aan mij te vragen. Okay. En ook gewoon klaargekomen in mijn bed. Mm-hmm. En toen keek ik hem ook echt aan van, the fuck is er mis met jou? Beschrijf je wildste one night stand ooit. Ja, het wilde wat ik eraan vond is dat het met meerdere personen was. Ja, of althans die jongen en dan nog een vriendin van mij. Nou, dat weet ik echt niet meer. Ja, ja. Ja, dat was op het strand. Ja. En op een gegeven moment een beetje voelen. En toen waren we bezig en toen zagen we in één keer van, hey, die zitten we erg dichtbij, die mensen. Dus toen schaamde ik me eerst een beetje, maar later dacht ik, zo wat, we zijn al bezig, dus doorgaan. Dat ik wakker werd. Hm? Waar ben ik? Ja, echt. Huh? Wie is dit? hele lieve vrouw met ontbijt. Oh my god. Dat was eigenlijk een one night stand die ik vroegtijdig heb afgekapt. Dat was met iemand waarvan ik dacht, dit is veel te heftig. Dat was een hele heftige jongen. Wel een hele leuke jongen, maar hij was te heftig. En toen op een gegeven moment, we waren eigenlijk bijna all the way gegaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, als ik dit doe, dan word ik morgenochtend wakker naast jou. Hier. Maar hoezo heftig dan? Hij was wel een beetje een soort van gangsterachtig typetje, weet je wel. Hij had ook een,
Hij was ook een keer neergeschoten en zo. En toen dacht ik, ja, nee, dit... Ik vind je heel aantrekkelijk, maar dit gaat echt te ver gewoon. En hij was echt heel... Hij was heel, ja, wat ik net zei, heel charismatisch. Maar ik dacht, ja, dan word ik morgenochtend wakker met een kater hier bij jou. Ja. Met God weet wie er hier voor de deur staat om je nog een keer neer te schieten of zo. Ik denk, nee, dit gaan we niet doen. Blijven jouw one night stands slapen? Nooit. Nooit? Nee. Ja. Ik neem echt bijna nooit iemand naar huis. Nee, dus niet. Wat, die gaan dan? Of jij gaat? Nee, die gaan. Ik stuur hem gewoon weg. Ik heb toen ook gezegd van, ja, taxi pakken. Hell no. Nee? ik heb best wel vaak gehad dat ik... best wel vaak. Het is wel eens voorgekomen dat ik een one-night stand heb gehad. En dat ik daarna denk van, zo, ik moet hier weg. Ja, dan app ik gewoon even een vriend van, joh, bel mij straks. En doe alsof je in paniek bent of wat dan ook. En dan word ik gebeld en is het, hey, Shock. En dan zeg ik, yo, bro, wat is er, man? En dan gooi ik gewoon heel een scène alsof ik naar hem toe moet gaan. Hey, luister dan, ik moet mijn mattie helpen, sorry man, bla bla. Hier heb je tientje voor de trein als je het nodig hebt. Ja dat. Nou. Ik vind het een enorme afknapper als... Ja, ze doen je, gaan een beetje voor elkaar en dan doet het ook de deur uit. Oh, ik heb een afspraak, volg de vergadering, bla 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 bla. Ja, nee. Maar goed, het was leuk. Het was ook een andere tijd. Je had niet je telefoon die zei... Afspraak, beam. Nee. Nee, dat zou ik ook niet doen. Bah, ik krijg opeens een armpje om je heen of zo. Ja. Dat is prima voor de eenmalige aanraking tot het hoogtepunt. Nou, als ze wel willen blijven slapen, dan bel ik gewoon Uber of een taxi of zo voor ze. Toen in Amsterdam tenminste nog. Ja. Maar ja, voor de rest, ik ben er al van tevoren heel duidelijk over. Dat is niet de insteek, punt. Nee. Maar slapen vind ik heel intiem ook dan weer. Terwijl je wel daarvoor one night stay, hè, dat is dan weer anders als... Nee, slaap vind ik anders. Ja. Toen ben ik wel gewoon blijven slapen. Toen wel, de andere keer niet. Er was er maar één. Ja, waarom niet? Ja, als je toch als we een lekker ontbijtje voor je kunnen maken. We hebben 20 seconden tijd om zoveel mogelijk seksstandjes op te noemen. In 3, 2, 1, start. 69, doggie. Fuck, cowboy, reverse cowboy, cowgirl. I know how to rip up a nono. To call them. Fuck. Fuck! I'm rubbish with names, gracious me. But they have a long, lot of lovely positions. Ik ben echt, ja, ik kan niet. Ja. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. It was fun, right? Yeah, it was good fun. Thank you for watching. Thank you for being part of this crazy adventure challenge with us. Hope to see you soon. Bye.